vandaag sta ik in Breda om Dennis te interviewen over het project dat hij heeft gedaan voor het expertisecentrum Duurzame Innovatie. Ik ben Dennis Vries, 23 jaar. Ik studeer op dit moment commerciële economie. En ik heb op dit moment een afstudeerstage. En daarbij heb ik flexibele zonnecellen onderzocht, wat daar de marktpotentie van is. En dat heeft best wel mooie resultaten opgeleverd. En je gaat ons nu laten zien wat dat heeft gedaan. Dit is de waardeketen van de markt. Die heb ik zelf onderzocht vanuit de literatuurstudie. En dit gedeelte van de waardeketen heb ik echt onderzocht voor de marktpotentie. En dat is het dunne veel halffabrikaat. En daarbij ben ik langs geweest bij de installateurs. En die hebben daar hun marktbehoeften over uitgesproken. En daarnaast ben ik bij een architect geweest en een kennisinstelling die over de succesvolle commerciële succesfactoren praten. En daar heb ik heel mijn scriptie over uitgewerkt. Zou je misschien iets kunnen vertellen over de aanleiding van de opdracht? Tijdens sollicitatie bij Marcel Krol heeft hij verteld van waarom de maatschappelijke redenen zijn dat flexibele deurfilm zonnecellen potentie heeft in de markt. Maar nu moet ze ook echt worden onderzocht van, is dat waar wat er wordt verteld? Want het was nu allemaal een beetje op buikgevoel. Maar ik heb het dus hard kunnen maken of dat de potentie zit ja of nee. Dunne film halffabrikaat zijn dunne film zonnecellen. Die worden geïntegreerd in kunststof. En dat heeft marktpotentie om dat te plaatsen op gebouwen. Het mooiste zou zijn om deze dunne film halffabrikaat wat potentie heeft te integreren in gebouwen. Zoals hier zie je het de bijster, daar zo bij Driscoli. Als je daar dunne film geïntegreerd op gebouwen plaatst, krijg je zoveel marktpotentie dat het gebouw zelf energievoorzienend is. En nu zijn gebouwen met 20% energievoorzienend door de zonnepanelen, maar dit is niet genoeg om voor de maatschappij nog meer zelfvoorzienend te zijn. En daarom moeten we voor de gehele gebouwen dunne film halffabrikaat gebruiken. Dat kost iets meer, maar het is zo esthetisch veel mooier, omdat we nu zien dat er gewoon niks wordt gebruikt. Dit is ook het resultaat van mijn onderzoek. Wat er in de maatschappij moet gaan gebeuren om de energie zelfvoorzienendheid te hebben. Kun je misschien vertellen wat je geleerd hebt specifiek bij het expertisecentrum Duurzame Innovatie? Wat ik precies heb geleerd is zelfstandigheid, netwerk gebruiken van mezelf en van andere personen, zodat ik de juiste personen kan interviewen en daarbij mijn rapport tot een nieuw hoger niveau leiden.